De arbeider en zijn arbeid zijn de meest belangrijkste schakel in het economisch proces. En dit zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren in verband met de Dag van de Arbeid. Een baan is meer dan een bron van inkomsten, meent het staatshoofd. Het is een bron van trots en een bron van zelfrespect. De arbeidende klasse en de bedrijven in ons land bepalen het herstel en de groei van onze economie. Jammer genoeg heeft ook deze arbeidende klasse nadelige gevolgen ondervonden van de COVID-19-pandemie. Wij als regering hebben alles aangedaan om gedurende de pandemie ook deze klasse tegemoet te komen om het leed te verzachten. De pandemie hebben we reeds onder controle en de rust keert ook terug bij de arbeidende klasse. De arbeidende klasse gaat een zeer uitdagende periode tegemoet. Vanuit de regering zijn er 200 projecten geïnitieerd en goedgekeurd die alleen met behulp van arbeiders kunnen worden uitgevoerd, zegt Santokhi. Dus er zal een vraag zijn naar arbeiders. Rokomananga roko uma, er staan ons enorme uitdagingen te wachten. Bradananga sisa, treffen jullie ook uw voorbereidingen. Laat u trainen, laat u opleiden, specialiseert u zodat u gereed bent voor de kansen, zodat u ook zo goed mogelijk kan inspelen hierop. Als wij niet goed zijn voorbereid, zullen anderen helaas hierop inspelen en zullen we kansen missen. Sranamangs, op deze dag van arbeid wil ik u vragen om na te gaan hoe u als arbeidende klasse het beste kunt inspelen op deze kansen. President Santokhi haalde aan dat het herstelprogramma een grote bijdrage zal leveren aan de verbetering van de positie van de arbeiders. Ook zullen er nieuwe kansen worden gecreëerd met de olie- en gasindustrie. De Dag van de Arbeid is een dag waarop het werk van de zogeheten arbeidersklasse in de schijnwerpers wordt gezet. Niet alleen in Suriname, maar in verschillende landen wordt er stilgestaan bij deze dag. In Suriname is de Dag van de Arbeid sinds 1970 een nationale vrijdag.